De regering wil over 2 weken beginnen met structuren die moeten zorgen voor uitvoering van een plan om staatsbedrijven te privatiseren. Dit zei financiënminister Stanley Raghubarsingh eerder tijdens een persmoment na de regeringsraadsvergadering. Hij geeft aan dat zal worden begonnen met bedrijven die minder moeilijk te privatiseren zijn. En heel concreet kunnen we starten met 1 of 2 van die bedrijven die makkelijk uitvoerbaar zijn te privatiseren. En daarmee ontlast je de staatsbegroting en geef je het particuliere initiatief betere kansen. Heel vaak, niet altijd, heel vaak kunnen particulieren een heleboel redelijk productieve activiteiten kunnen die beter uitvoeren dan wanneer je ze binnen de staatsinstellingen hebt. Dat gaan we doen. Wat er ook gaat gebeuren is dat er wetgeving komt en dat daar is al aan gewerkt. Wetgeving om dit beleid van state-owned enterprises, om dit beleid meer gestructureerd en gesteund door wetgeving om dat verder uit te voeren. De bewindsman zegt verder dat de staat zich uiteindelijk kan concentreren op haar basistaken. Volgens Raghubarsingh zullen aan het eind van de maand alle documenten voor de uitvoer van het plan af zijn.